Je favoriete film of serie kijken via Netflix, muziek luisteren via Spotify of eenvoudig je rekeningen betalen via internetbankieren. We gebruiken deze diensten bijna allemaal. Maar wat we ons vaak niet realiseren is dat het merendeel van deze software werkt op open source componenten. Open source betekent dat iedereen vrij is om de broncode van je software in te zien. En afhankelijk van de licentie deze ook te gebruiken, te veranderen en te verbeteren. Maar het is ook een open manier van werken. Wat voor kansen biedt dit voor de overheid? Omdat de rol van software in deze maatschappij steeds groter wordt, krijgt software ook een steeds meer publiek karakter. En dus is het belangrijk dat overheidssoftware op een zo open, efficiënt en controleerbare manier wordt ontwikkeld. Maar welke vorm van ontwikkelen past het best bij de digitale overheid van de toekomst? Is de manier waarop de overheid haar digitale oplossingen ontwikkelt wel toekomstbestendig en in staat de gewenste maatschappelijke uitkomsten te genereren? Gebruiken we het juiste gereedschap of moet de overheid zich anders gaan organiseren? In deze OMOOC proberen wij het antwoord te vinden op deze vragen en jouw kennis te laten maken met open source.